Hoe kunnen wij weten, als wij dan deze toba verricht hebben die ik hier heb gesteld met deze voorwaarden, hoe kunnen wij weten dat die toba correct is? Dat we het correct hebben gedaan. Wat zijn de tekenen van een geaccepteerde en correcte toba? Ten eerste, we moeten, als wij berouw tonen, moeten wij ons de ernst van de overtreding realiseren. We moeten de ernst van de overtreding maximaliseren. Je moet tijdens jouw berouw beseffen dat jouw zonde ernstig is. Je moet de zonde ervaren als een enorme last die op jouw schouders leunt. Je moet de zonde beschouwen als een enorme berg die op het punt staat om op jou neer te storten. He, als iets wat jou zal vernietigen. Ken je die apocalyptische beelden op internet van tsunamis die op steden afkomen en hele steden wegvagen? Zo moet je de zonde zien op het moment dat jij berouw gaat tonen. Dus niet denken, ach, dit is iets wat iedereen doet. Ja, ik ben toch niet de enige. Het is toch iets kleins. Je moet het zien als iets wat jou kan vernietigen. Want je weet nooit welke daad het is waardoor wij uiteindelijk in de verdoemenis zullen belanden. Waarom is dit belangrijk? Waarom moeten wij de ernst van de zonde maximaliseren en de zonde zo groot mogelijk zien en de misdaad zo groot mogelijk zien en onszelf als de grootste misdadiger zien? Waarom? Omdat de mate van spijt die jij zult hebben in jouw toba afhankelijk is van de mate waarin jij de zonde ziet. Oké, zie jij het als iets kleins, dan zal jouw spijt ook heel beperkt zijn. Zie jij het als iets groots, dan zal jouw spijt ook heel erg groot en intens zijn. Als je een eurotje kwijt bent, denk je, ach, wat is een eurotje? Maar als je 100 euro kwijt bent, dan heb je spijt. Dan denk je, had ik het maar beter bewaard, had ik maar zus, had ik maar zo. Waarom? Omdat een eurotje niks voorstelt en 100 euro wel. Zo werkt het. En als je besef wilt kweken over de ernst van de zonde, dus je vraagt je af van, hoe kan ik die zonde die ik gepleegd heb, hoe kan ik de ernst daarvan maximaliseren? Wat moet ik doen om mezelf echt als misdadiger te zien, zodat mijn spijt ook gaat groeien? Dat kun je doen op de volgende manieren. Ten eerste, beseffen wat de grootheid is van degene die opdracht heeft gegeven om bij die zonde weg te blijven. Oké, wie is dat? Wie is degene die jouw opdracht heeft gegeven om bij die zonde weg te blijven? Is dat je vader, je moeder? Is dat een persoon die jou, die leiding over jou heeft, in welke vorm dan ook? Als je inziet dat het verbod op die zonde afkomstig is van Allah de Geweldige, Al-Azim. Een van zijn namen is Al-Azim, de Geweldige. En als je inziet dat het afkomstig is van de schepper en de onderhouder van dit enorme universum. En je gaat erbij stilstaan hoe groot Allah subhanahu wa ta'ala is. En hoe nietig die mens is in deze schepping. En desondanks loopt hij verwaand over aarde te zondigen en denken dat hem niks kan overkomen. Als je realiseert dat verschil tussen die kleinheid van ons en die enorme omvang en grootheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En je realiseert je, dat is degene die mij opdracht heeft gegeven om bij die zonde weg te blijven. Dan ga je inzien wat een grote misdaad het is om te zondigen. Als je in een bedrijf werkt en je overtreedt de opdracht van een afdelingschef. Iemand die bij jou op de afdeling werkt, hij stelt niks voor. Hij krijgt misschien 50 euro meer salaris dan jij. En in ruil daarvoor moet hij een beetje de afdeling netjes houden. Als je zijn opdracht in de wind steekt, maakt niet uit. Maar is het een opdracht van de directeur van het bedrijf of de allergrootste directeur van het multinational, dan is het een andere zaak. Dus hoe hoger de persoon staat aangeschreven die jouw opdracht geeft, hoe erger het is om zijn opdracht in de wind te slaan. Walillahi al-mathalul a'la. Dus realiseer je hoe groot degene is die opdracht heeft gegeven. Ten tweede, je moet ook beseffen, als je wil inzien wat zondige, wat voor misdaad dat is, moet je ook beseffen dat zondigheid wordt vergolden met een pijnlijke bestraffing in het hiernamaals. Als je beseft dat zondaars worden gestraft met een laaiend vuur, want dat is uiteindelijk de bestraffing in het hiernamaals. Een laaiend vuur, waar we afgelopen paar keren ook uitgebreid lezingen over gehoord hebben. Als je dat realiseert, dan zul je inzien wat de ernst van de zonde is. Hoe ernstiger de straf, hoe erger de overtreding. Dat doen we in het verkeer ook aan de lopende band.
Je gaat niet bellend rijden, want je weet, die boetes zijn gewoon heftig. 400, 500 euro, ik weet niet wat ze doen tegenwoordig. Maar daar ben je extra op. Daar let je extra op. Goed. Dus het eerste teken waaraan je kunt herkennen of jouw berouw correct is, is maximaliseren van de zonde. Maximaliseren van de ernst van de zonde. Ja? Want dan ga je spijt krijgen en dan ga je berouw tonen.